Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Nou, in deze video ga ik jullie meenemen naar de Weekje Vis in Zweden. Ga ik elk jaar doen, dus ook dit jaar weer. Ik doe dit samen met mijn vismaten Jeroen en met Bas. We hebben besloten om dit jaar de boot niet op vrijdag klaar te maken, maar op donderdag. Zodat we op vrijdag op tijd weg kunnen. Het schijnt wat filevorming te zijn in Duitsland en we willen de boot niet missen. Dus vandaar hebben we dat al gedaan. Ik ga nu lekker naar huis toe en dan de laatste spulletjes klaarmaken. Morgenochtend om 8 uur vertrekken we richting Kiel. Dan gaan we de boot op, de Stenenlijn. En dan zullen wij de volgende ochtend, zaterdagochtend dus, om een uurtje of 9 aankomen. Nou, vandaar is het nog een uurtje of 3,5, 4 uur rijden voor we daar bij het huisje komen. En dan zullen we de spullen uit gaan pakken en eigenlijk meteen het water op, zoals we eigenlijk elk jaar doen. En dan gaan we weer een weekje knallen in Zweden. Ik heb er onwijs veel zin in. Gewoon lekker vissen en even niks anders. Ik ga jullie meenemen. Ik hoop dat ik wat leuke beelden voor jullie kan maken. Blijf in ieder geval kijken. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ja, doe dat dan even. Dat kan in de beschrijving onder de video. Dan blijf je in ieder geval op de hoogte van mijn nieuwe video's. En mocht je nog wat willen weten over Zweden, kan je altijd even een reactie plaatsen onder de video. Dan zal ik altijd de moeite nemen om even de reactie te beantwoorden. En dan ga ik nu snel naar huis, lekker slapen. En dan morgen richting Zweden. Dus tot morgen! Eerste snoek, we vangen op de Westin Shetty, 27 centimeter. Nou, mooi visje toch? Gaat hij weer. Gewoon weer stammen op de blokken. Lekker jongen. Hoe groot is die? 96. Een half, hè? Ja.
Nou mensen, mooie vis. We hebben het gevangen op een ITD swimbait. Op een ondiepe plaat. Dus dit is het resultaat. We moeten hem eigenlijk alleen nog even meten. En dan gaat hij weer terug. Nou, 91 centimeter. Mag weer gaan zwemmen.